alles gecanceld. Directeur van Beeld en Geluid Eppo van Nispel tot Zevenaar is in de archieven gedoken voor een terugblik op festivals door de jaren heen. Ja, Eppo, goed dat je er bent. Ja. Festivals, we moeten ze missen. Ja, dus jij komt hopelijk met een kleine pleister op de wonden. In zekere zin wel. Het is dat gevoel, die pleister die jij hoopt. Maar met spectaculaire fragmenten uit dat geweldige schatkamertje wat wij daar hebben. En misschien maar met de eerste beginnen. Want een festival is echt letterlijk zo oud als de weg naar Rome. De Romeinen deden het al. De eerste keer het woord festival werd genoemd als in 1589. En wat hield het in? Een feest van een gemeenschap waarbij gegeten en gedronken werd. En waar een soort van religieuze beleving zou zijn. Okay. Met families en iedereen erbij. Nou, het eerste wat ik laat zien, en dan moet je eigenlijk gewoon naar kijken. 6 juni 1938. Het geeft al een beetje aan welke tijd we zitten. Kijk er gewoon naar. Thuis. Dus hou goed in de gaten wat er allemaal gebeurt. We gaan kijken. Een festival. Ja, ik zag de naam Muzzert, ik zag de rechterarm omhoog gaan, maar dat was wel melk en limonade. Zo is het, hè? De foodtrucks van die tijd waren er ook al. maar het is de NSB met hun, dit heet dan de derde Hagespraak. Hm. En hier, dit waren grote bijeenkomsten, 20.000 man uit en landen. Dat kostte een kwartje om naartoe te gaan. Als je met de auto kwam, moest je ook nog een kwartje betalen. Dat was hartstikke duur. En daar werd dan het grote NSB-gevoel gevierd. Bestaat nog steeds, de muur van Mustert bij Lunteren. Ja. Daar kun je erbij zijn. Monument, hè, tegenwoordig. Rijksmonument geworden ook. En dat is natuurlijk toch een raar vorm. Hè? Maar dat was ook een festival. Zo zie je maar, iedereen kan een festival geven. Nou, en ook helemaal raar. 12 jaar later, mind you, slechts. 1950, een VARA-familiefeest. Ja. De VARA bestaat 25 jaar. 25 jaar arbeid van onschatbare betekenis voor de geestelijke en culturele verheffing van het gehele Nederlandse volk. Er is reden om feest te vieren. Daar komen ze al, de tienduizenden die er werkelijk bij willen zijn. Naar de radiostad om het feest te vieren van hun eigen socialistische omroep. Daar danst de AJC. Verschillende populaire radioensembles treden op. Om 11:30 op het grote podium de arbeiders zangkoren om met het socialistische lied te vertolken wat leefde in ons allen die daar te samen gekomen zijn. Meneer Terlouw, u weet dit nog? Oh ja, ik herinner me dat vaag nou ik het terugzie. Ja? Ik was student, 1950. Ja. We zagen een optreden van de Ramblers, hè? Ja, precies. Maar u was er niet bij? Ik was er niet bij. U was niet zo rooi, hè? Toch? Nee, niet zo. Ik ben rooier geworden, meer en meer, ja. Toen niet, ja. Maar mind you, Apple, hier waren bijna 100.000 mensen. Ja, 100.000. Het was ook op het station met de zwarte kaartjes hiervoor verkocht. Ja, en die tekst er alleen al bij, de socialistische koren. Weet je, het is toch prachtig. Dit is toch een uniek monument om naar te kijken. Ja, en dat is natuurlijk later, hebben de omroepen dat gedaan. Hebben uitstek, zeg maar, festival vieren ze, de EO met de jongerendag. Heel slim, want ja, die jongen van de EO, die hadden niet dat ze samen naar de disco mocht op zaterdagavond. Dus organiseerden ze andere dingen. Nou ja, de omroep bindt, zeg maar. Ja. Stapje in de tijd. We gaan naar de jaren 60, de hippietijd. Ja, dat is heel belangrijk, want dat is de tijd waarin eigenlijk al wat wij nu kennen, de popfestivals waar we allemaal zo graag naartoe hadden willen gaan, die kennen hier een oorsprong. Het was een Summer for Love. Amerika, president Johnson, riep een belasting van 10%, want Vietnam moest gewonnen worden. Al die dingen speelden. U noemde het net, hè? Make war. Make love, not war. Pardon. Ja. En dat was die ook. En Amsterdam wilde daar meedoen, met die grote festivals. En op 11 augustus 1967 was het dan zover. The Love in High in the Rai. Waarbij high werd geschreven als H-A-I.
Na San Francisco en Londen heeft nu ook Amsterdam kennis gemaakt met de Love Inn. En 8000 hippies hebben er de oude Rai voor opgezocht. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Elke bezoeker kreeg een bloem, met het doel die op daarvoor geschikte plaatsen als ornamentering te gebruiken. Maar vindingrijke hippers en hipsters weten ook op andere wijze versiering tot een ware kunst te maken. Op verschillende punten in de immense zaal waren podia opgericht, waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden, zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans, waarbij enkelen zelfs in trance geraakten. Schitterende beelden. Ja, dit heeft ook eigenlijk de basis gelegd. Want ja, een Amsterdamse jeugd wilde niet deugen. De gemeente heeft hier toen in geïnvesteerd. En toen kwam het allemaal goed. En de pers is die avond hier naartoe gegaan. Want die dacht, hier komen rellen, weet je wel. Bam, het wordt wel make war and not love. Nee, het was super lief. En je kon uiteindelijk van alle hars die daar gerookt werd ook gewoon een dikke plak hars zelf snijden. Dus dat was echt een enorme... Wat een tijden, Eppo, hè? Wat een tijden. Hebben we het over festivals? Dan moeten we Pinkpop noemen. Zou dit jaar de 51ste editie zijn. Gaat niet door, uiteraard, om begrijpelijke redenen. Daar moeten we een klein stukje van laten zien. En jij koos voor een fragment. Dat is misschien wel het beste festivaloptreden ooit in Nederland. Ja, dat is gewoon een mooi moment. Pinkpop is ook een soort van podium. Dat zijn veel van die popfestivals voor bands die nog niet zo bekend zijn. En dit is 1979. Een bandje uit Engeland staat klaar om het podium op te gaan. We're in Holland, the Netherlands. We have to be told that though this morning to remind us because it's hard to remember where we're at. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Ja, de police op Pinkpop, dit was dit was hun doorbraak. Dit was eigenlijk, hier werden ze nog groter mee. En ze stonden natuurlijk ook voor die duizenden mensen daar. Het was voor hun ook heel bijzonder dat gebeurde. En dan gaan we natuurlijk tot slot, die willen we wel even laten zien, naar Lowlands. Ja, Lowlands, je kunt, als je Pinkpop laat zien, dan moet je naar Lowlands. En waarom? Dat is ook al eindeloos. Hè? Camping flight to Lowlands Paradise. En dan ben je, moet je voorstellen, en daar heb ik een fragmentje van vorig jaar gekozen. En je bent 16 jaar oud. Je hebt geld gespaard en je gaat voor het eerst naar Lowlands. En dan gebeurt er dit met je. Holland, every single time this man says a word, I need you to go crazy. Can we do that? Come on, Lowlands! 16 jaar. 16 jaar. Kassen, groot Koerkamp uit de Biddinghuizen is dit. En die staat er gewoon dat hele lied van Dave, hè, de rapper, daar te doen. En uiteindelijk komt hij thuis en de vraag is de ouders: jongen, en hoe was het nou, mams? Ik stond op het hoofdpodium. Ja. Dat is mooi om te zien, man. Nu ik het zo zie, ik mis het toch wel, hoor. Die nee, tuurlijk ga je dat missen, man. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik Lowlands, daar ben ik wel 15 keer geweest. Ik weet er bijna niks meer van. Ben jij er maar 15 keer geweest? Ongeveer. Ik rond het af naar boven. En altijd het campingje ook en zo. Ja? Uiteraard, alles erop en eraan. Dat is natuurlijk jammer. Dat is het gevoel. Ik weet niet, meneer Terlouw. Ja, u was vast als u nu. Ja, het was een absolute festivalganger geweest. Nee? Niet zozeer mijn ding, hoor. Goed. Misschien leuk op uw landgoed. Een keer leuk. Kan altijd nog. Learning get together. Als wetenschapper in die tijd. Ja, dank jullie wel. Je weet ervan niet. Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zit hier Giovanka en Thijs. Tot morgen.